Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een Blue Curaçao truitje maken met echt hele leuke opengewerkte steken. En iedereen denkt dit is gebreid, maar het is gehaakt met reliëfstokjes. Allereerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor alle abonnees en alle trouwe kijkers. En het motiveert mij enorm om iedere keer weer iets nieuws te bedenken. En dit is nu uitgemond in de Blue Curaçao trui. Hij is ook gebaseerd op de kleur van de trui en van het opengewerkte patroon. Dus ik zou zeggen, haak mee en heb er heel veel plezier van. Ik zal nog even filmen hoe de trui is geworden. Van boven een V-hals en aan de achterkant is het een rechte hals. En hele leuke mouwen, die zijn gemeerderd vanaf elke toer met een stokje en een losse, maar dan leg ik in de video uit en dan gaan we beginnen. Ik heb vandaag een heel leuk truitje. Een prachtige steek. Hij lijkt ingewikkeld, maar hij herhaalt zichzelf en het zijn maar 4 toeren. Het zijn stokjes, losse en vaste en je hoeft heel weinig te tellen. Je moet wel opletten dat het patroon zeg maar boven elkaar uitkomt, maar je ziet het al, het herhaalt zich. En het zijn maar 4 toeren. Dus echt dit patroon, dit kan ook iedereen leren. En de wol die ik besteld heb, daar ga ik nu vertellen wat je nodig hebt. Die heb ik besteld bij AliExpress. Ik wist niet dat het zo goed werkte. Het duurt wel een week of 3-4 voordat je het binnen hebt. Soms gaat het sneller. Maar dit was mijn eerste keer dat ik wol heb besteld op een app en via het buitenland. En allemaal een beetje spannend. Maar toen ik binnenkwam, kreeg ik een pakketje met 10 van deze bolletjes. En als je zoekt op amoureuze gevoelens, ja zo heet die, en dan Angola, dan krijg je een soort, ja het is gewoon synthetisch, maar het lijkt echt, het haakt lekker weg. Het is wel iets moeilijker om als je een toer uit moet halen, dan ben ik toch ook wel eens een keer gewoon een draadje doorgeknipt en opnieuw begonnen, omdat die best wel in elkaar klit. Maar als je een beetje gewend bent aan deze wol, dan ga je het wel redden. Je krijgt een zak van 10 bolletjes, dus je kan er echt een trui mee haken. En ik ga nu vertellen wat je nodig hebt. Je hebt dus deze wol nodig van de AliExpress, amoureuze gevoelens. Als je daarop zoekt, dan kom je verder. En kan je het niet vinden, kan je mij altijd nog eventjes een mailtje sturen. Dan zal ik het linkje nog doorsturen. Je hebt nodig pen en papier, want je tekent weer een beetje, als je het goed kan zien, je maten. Je hoeft alleen maar de onderkant te meten en de bow en de lengte. Maar we gaan er samen een truitje van maken. Dus het wordt heel makkelijk uitgelegd en heel rustig, geen gehaast, het moet gewoon leuk blijven. En dan, als je pen en papier dus bij de hand pakt en je tekent je voorpand en een mouw, dan kom je er. Je hebt nodig een schaar, een paar markers, want voor de armsgaten, daar ga je weer markers in zetten, want je haakt in het rond. Nodig voor de boord, of voor de boord heb je nodig haaknaald nummer 3 en voor het truitje zelf heb ik haaknaald nummer 4, een centimeter en een stopnaald. En dan zal ik nu laten zien wat ik nog meer nodig heb. En het is een truitje uit de kast. En dan heb ik hier het hele simpele truitje. Dit truitje heb ik van Zeeman. En dit, dat zit lekker en het heeft een mooie lage hals. En ik wilde ook een
open hals, want ja, het is toch een truitje waar je een hemdje onder draagt. En dit is meer een truitje wat je voor je legt en waar je de maten van opmeet. Kijk, iets wat je lekker zit. Kijk, en dan leg je gewoon lekker plat neer. En dan ga je meten met je centimeter hoe breed dat jouw truitje is. En hier is die 46 centimeter, dit truitje. En zover ga je ook lossen opzetten. En dan keer 2, dus 92 centimeter heb je nodig. Even kijken wat ik heb gedaan. Nou, dit is het truitje. Ik heb hem ietsje strakker, 40, dus ik heb 80 centimeter, maar ik heb hem gepast en hij past om je heup, moet hij passen. Dus je zet een ketting van los op en ik ga gewoon even meehaken. En het maakt niet echt uit hoeveel steken, als je maar om je heup en om je borstomvang past, want het wordt eigenlijk gewoon een rechte trui. Het wordt gewoon een ronde. Je haakt hem in het rond, dus je blijft gewoon rondhaken totdat je bij de armsgaten bent. En dan zet je markers in. Maar ik ga nu even wol pakken en haaknaald nummer 4. En dan gaan we beginnen met een ketting van lossen. Als je dus je ketting met lossen op hebt gezet, ik heb iets minder opgezet want ik ga meehaken, dan zet je haaknaald in de eerste steek. En je zet de haaknaald in je laatste losse. En je haalt hem door met een halve vaste. Dan ga je eerst beginnen met 1 losse. Want de eerste toer worden alleen maar vaste. Dus je gaat de eerste toer met vaste. En als je die af hebt, dan zie ik je weer terug. En we zijn nu op het einde van de toer. Kijk, ik heb natuurlijk wel een kleinere toer, want ik moet meehaken. En dan sluit je de eerste toer met een halve vaste. En dan ga je van haaknaald veranderen. Dus dan ga je van 4 naar haaknaald nummer 3. En we gaan straks weer het patroon met haaknaald nummer 4 pakken, dus dan schiet het ook harder op en het is een opengewerkt patroon. Maar nu gaan we met haaknaald nummer 3 en dan pakken we 3 lossen. En dan gaan we in elke vaste een stokje zetten. Kijk, ik zie, ik heb hier, lijkt wel of ik een stokje heb overgeslagen of een vaste heb overgeslagen, maar dat is niet zo. Nou, we gaan gewoon verder. Wel zorgen dat je 2 lusjes pakt, maar dat is altijd hè, met haken, 2 lusjes. En het begin is altijd een beetje wennen aan het garen, wennen aan je haaknaald. Als je een beetje raak op gang bent, dan komt het helemaal goed. En de toer met stokjes maak je helemaal af en op het einde hier zie ik je weer terug. We zijn nu op het einde van de toer met de stokjes. Ik moet er nog 1. En ik sluit de toer hierboven in. Ik pak niet de derde losse, maar ik ga gewoon met mijn haaknaald erin. Ik haal mijn draad op en ik haal hem door. En nu heb je al de eerste toer af. En ik leg dit even weg, zodat je het beter allemaal kan zien.
En nu gaan we 3 lossen doen. 1, 2, 3. En hier is elke keer het begin van je toer. En je ziet dat je nu al die stokjes hebt gehaakt. En nu gaan we reliëfstokjes maken. 2 aan de voorkant en 2 aan de achterkant om een mooie boor te krijgen. Dus ik ga er eerst aan de achterkant insteken. En ik zet een stokje. En nog één. En nu moet ik ze aan de voorkant hebben en dan betekent dat je dus niet hiervoor insteekt, maar vanaf de achterkant. En dan hou je je stokje aan de achterkant. Dus je doet er 2 aan de voorkant. En 2 aan de achterkant, dus echt een boordsteek. En op het eind van de toer zie ik je weer terug als je hier bent. En we zijn nu op het einde van de toer van de boordsteek. En ik ben hiermee geëindigd, dus ik. Of dit is de eerste opzet, 3 lossen van het stokje en dan 2 voorste reliëfstokjes en 2 achterste. Maar ik steek gewoon in de begin toer in, ik haal mijn draad op en ik trek hem door en dat is dan een halve vaste. Dan weer 3 lossen en de volgende toer begin je weer met de boordsteek en weer de reliëfstokjes. En ik zal even laten zien dat ik alweer verder aan het haken ben geweest, want voor mij worden dit dus de machette. En als je dus met de boord bezig bent, dan pak je je tekeningetje even bij en dan schrijf je wel even op hoeveel steken dat je opgezet hebt. En die boordsteek, ja, die kan je zo lang maken als dat je zelf wil. En ik pak even het truitje erbij. De onderkant is best lang, de boordsteek hier. Ik zal hem even meten. Elf centimeter. Dus ik zou zeggen, haak lekker verder. Ja, je mag hem zo lang maken als dat je zelf wil. Dan zeg je, ik wil maar een boordje van 3-4 centimeter, kan ook. En je begint dan aan het patroon, ook helemaal prima. Maar als je bij zover bent, als je bij het patroon bent, dan gaan we eerst nog een rij na de boordsteek gaan we nog een rij eerst vaste, dat zie je hier bijna niet, maar je gaat na de boordsteek eerst een rij vaste maken. Maar ga lekker door met de boordsteek en dan zie ik je dadelijk terug en dan gaan we een rij vaste maken. En we zijn op het einde van de boordsteek en we sluiten deze weer. Je gaat weer in het begin stokje of in de begin losse steek je in, je haalt je draad op en je sluit hem met een halve vaste. Kijk, en jullie hebben natuurlijk de onderboord gemaakt van het voor- en achterpand, want je haakt hem in het rond. En ik pak even weer pen en papier erbij en de centimeter. Ik dacht dat ik 11 had, maar ik heb ongeveer, ja, toch 10 centimeter. Dus ik schrijf wel op, ik hoop dat je het een beetje kan zien, dat ik hier 10 centimeter heb gedaan bij het voorpand.
En de mouw, die doe ik nu even als heb ik als voorbeeldje gebruikt. Daar ben ik ongeveer 8 centimeter. En dan schrijf ik even op 8 centimeter. En dan pak je nu je andere haaknaald, haaknaald nummer 4. En dan pak je weer je lusje op van je boordsteek. Oh, ik zit hem een beetje uit te halen, maar goed, je sluit dus met een halve vaste, dan doe je 1 losse en dan ga je op elke steek een vaste zetten. En dat is misschien een beetje lastig om te zien, maar dit is wel een mooi begin straks voor je patroontje. Dan gaan we dadelijk aan het patroon beginnen, maar we gaan eerst deze toer naar de boordsteek even afwerken met alleen maar een vaste te zetten. Netjes 2 lusjes pakken. En op het eind van de toer, hier zie ik je weer terug. En we zijn nu op het einde van de toer met de vaste. Het is een beetje lastig te zien, maar je sluit dus de toer. Ik heb hem even al gesloten, geloof ik. Ja. Kijk, je houdt altijd een beetje je draadje waar je begint. Dat is ook je begintoer. En je sluit hem weer in die ene losse. Je pakt je draad op. En je sluit de toer. Dan gaan we 3 lossen. En dan gaan we in elke vaste, en dat kan je hier ook zien. Dus we zijn bijna bij het patroon. Elke vaste gaan we nu een stokje maken. En als je op het eind van de toer bent hier, dan zie ik je weer terug. En dan zijn we bijna op het einde van de toer met de stokjes. Gewoon op elke vaste een stokje. Kijk, en als ik zie dat hier een gaatje invalt, dan doe ik er gewoon nog 1 stokje in. En dan sluit je de toer weer, insteken, je draad ophalen en sluiten. Dan weer 3 lossen. En dan gaan we nu aan de eerste toer van het patroon beginnen. En dat is 1 losse, 1 stokje overslaan. En een stokje. Een losse, 1 stokje overslaan. En een stokje. En een losse, 1 stokje overslaan. En een stokje. Een losse, 1 stokje overslaan. En dit is toer 1. Dus je begint met 3 losse en een losse. Sla je 1 stokje over. Stokje losse, stokje losse, stokje losse. En op het eind van de toer zie ik je weer terug. En we zijn weer op het einde van de toer met een stokje, een losse, een stokje, een losse. Dus we sluiten weer de toer. Dan gaan we weer 1, 2, 3 lossen omhoog. En dan gaan we nu met toer 2 beginnen. En toer 2 is een stokje, 2 lossen, een stokje in hetzelfde stokje. En dan sla je 2 stokjes over en je doet 5 lossen. Maar goed, ik haak gewoon lekker mee. We hebben nu 3 lossen, dit is het eerste stokje, zeg maar. Dus we gaan nu even 1 losse nog doen. En in dit stokje, of op het stokje, zet je een stokje. Je doet 2 lossen. Je doet nog een stokje in dezelfde opening. Ga ik te snel, dan zet je de video gewoon eventjes stop. Dus dit heb je gedaan. Je bent begonnen met 3 lossen.
voor het beginstokje en 1 losse. Dan zet je een stokje op het eerste stokje, 2 losse en weer een stokje op hetzelfde stokje. Dan 5 losse, 1, 2, 3, 4, 5. En dan sla je deze 2 stokjes over en dan ga je het weer herhalen. Weer een stokje. Even goed insteken dat je echt op het stokje zet. 2 losse en in diezelfde steek nog 1 stokje en weer 5 losse, 5 en dan sla je weer 1, 2 stokjes over en weer 5 losse. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 overslaan. Twee losse en een stokje in hetzelfde stokje. Dus dit is toer 2. Dus deze toer maak je zo helemaal af en dan in het begin hier zo of op het einde zie ik je weer terug en we zijn nu op het einde van toer 2, dan gaan we naar toer 3, maar we gaan eerst even de toer sluiten. Je steekt weer gewoon in, je haalt je draad op en je sluit de toer. Kijk, je komt hier zo uit, maar dat is prima, want dan is dit je beginstokje en dan ga je hier weer met toer 3 verder, maar we gaan eerst 3 lossen omhoog en dan gaan we in toer 3 is ook weer, maar dan ga je allemaal in die V-steek steken, weer een V-steek, dus een stokje, 2 lossen en een stokje weer in die V-steek, dan ga je 2 lossen doen en een vaste hier in die grote lus, een vaste, 2 lossen en weer een stokje in die V-steek, 2 lossen, een stokje in de V-steek en weer 2 lossen en een vaste in de grote lus, 2 lossen en een stokje in de V-steek, 2 lossen en een stokje in de V-steek, 2 lossen, een vaste in de grote lus, 2 lossen, een stokje in de V-steek en weer 2 lossen en weer een stokje in de V-steek en dit is toer 3. Als het te snel gaat, ja, dan zet je gewoon de video even stil. Dit is dus gewoon, je gaat omhoog met de toer met 3 lossen en je begint met een stokje, 2 lossen en een stokje en dan weer 2 lossen, vaste, 2 lossen en weer een V-steek. Dit is toer 3 en ik zie je op het einde weer terug. En we zijn nu op het einde van toer 3 en we gaan weer de toer sluiten, hier insteken, je draad ophalen en je hebt de toer gesloten. Komt het er zo uit te zien. Toer 4 hoef je maar 1 losse te doen en we pakken nog 1 losse omdat we er 1 overslaan, maar dadelijk begrijp je het hoor. Dan gaan we in die V-steek zetten we een vaste, dan gaan we 5 losse doen, 1, 2, 3, 4, 5. Dit is al de laatste toer van het patroon hoor. En dan gaan we in die V-steek weer een vaste doen. Oh, in de V-steek een vaste. Nou, hij wil niet echt. Nee, je moet echt in die V-steek,
je draad ophalen, nog een keer je draad ophalen en een vaste. Kijk, dan krijg je dit leuke patroon, want dit is toer 4 en toer 4 is alweer het einde van het patroon. Dus als je dit kan, dit is maar 5 lossen, en in de volgende V-steek een vaste. 5 lossen en een vaste. In de volgende V-steek een vaste. Dus je ziet dit patroon, ja, dat gaat echt snel. Het is gewoon ook een opengewerkt patroon. Het is dus 5 lossen en een vaste in de V-steek, toer 4. 1, 2, 3, 4, 5. De V-steek insteken, draad ophalen, nog een keer omhalen en door. Dus toer 4 is een vaste in de V-steek, 5 lossen en een vaste in de V-steek. En dan zie ik je op het eind van de toer weer terug. En dan beginnen we weer met toer 1. En we zijn op het einde van toer 4 en dat is altijd een beetje lastig zoeken, want je hebt hier natuurlijk maar eentje omhoog gewerkt. Dus je moet even de beginlossen zoeken. Dan steek je in, je haalt je draad op en je doet er meteen door met een halve vaste. Dat was toer 4 en we gaan nu naar toer 1 weer. Weer 3 lossen. En dan gaan we weer een stokje, een losse, een stokje, een losse doen. En omdat we dus eerst dus een losse moeten doen, en dan zetten we een stokje op die vaste. Dan weer een losse. En dan zetten we in die opening hier een stokje. En weer een losse. En in de opening zet je weer een stokje. Dus toer 1 is een stokje, een losse, een stokje, een losse. En op die vaste zet je weer een stokje. Kijk, en zo herhaal je het patroon. Want dit is toer 1 en die hebben we hier gehad. Maar je krijgt dus het hele mooie patroon. Dus je herhaalt toer 1 tot en met 4 en dan ga je weer beginnen en dan hou je die stokjes, 2 stokjes in die grote opening. Dus dan doe je toer 1 is een losse en een stokje in de grote opening. En nog een losse en nog een stokje in de opening en nog een stokje dan in die vaste. Een losse, een stokje in de opening, een losse en een stokje in de opening, een losse en dan weer een stokje in die vaste. Dus dit is het patroon. En als je dus je, ja, je hebt natuurlijk nu ook ja, de grote ring, zeg maar, en die ga je verder dit patroon, ik zal nog even goed laten zien, dit is het patroon, het herhaalt zich toer 1 tot en met toer 4. En dan kan je nog je truitje erbij pakken. Ik leg even deze aan de kant. Je truitje pak je. Die leg je weer plat op tafel. En dan leg je je werkstuk op. En je gaat door. En je past hem zelf natuurlijk nog even. En je gaat door totdat je bij de onderkant bent van je armsgaten. En dan leg je je werk plat en dan leg je aan de zijkanten, doe je dus een marker waar je armsgaten zijn. Of je meet even precies de helft, maar in ieder geval, je leg je werk plat en je doet tot de armsgaten, doe je het patroon toer 1 tot en met 4 herhaal je. Tot de armsgaten. En dan ga je apart verder aan de linkerkant
en aan de rechterkant, zodat je de halsopening hebt aan de voorkant, en dan laat je het achterpand nog even rusten. Dus je zet ook nog een marker in het midden van je werk. Dan moet je wel even goed meten. Dus je zet in het midden van je werk, precies aan de halsopening, daar zet je ook een marker in, zo hoog dat je truitje eigenlijk wil hebben, of zo diep dat je de uitsnede van je truitje wil hebben. Dan pak je een apart bolletje wol en dan ga je alleen aan de voorkant, de achterkant laat je even zo zoals het is, en aan de voorkant ga je verder met het patroon, en dan gaan we dadelijk even hier minderen, en de armsgaten die laat ik gewoon recht doorlopen. Dus ga lekker verder nog met je patroon totdat je helemaal bovenaan bent, en je hebt je weet nu hoe je de markers erin moet zetten, en dan zie ik je daarna weer terug. Als het goed is, heb je nu ben je nu bij je armsgaten aangekomen. Hier bij de armsgaten, daar heb ik een marker in gezet, en aan de linkerkant een marker, en precies in het midden, en je vervolgt gewoon je patroon, maar nu gaan we dus twee kanten op, dus je pakt het midden van je V-hals, daar zet je een andere kleurmarker in dan aan de zijkanten, want dan weet je gewoon dit is je midden voor, en het achterpand dat laat je even voor wat het is, en als het goed is kom je gewoon met je patroon, haak je gewoon in het rond nog verder tot de midden voormarker, en ik ben toevallig nu met de toer met de 5 lossen en de vaste in de V-steek, en weer een vaste in de V-steek, en die haak ik hier tot de middenmarker, en dan gaan we het werk keren. Dus dan zie ik je weer terug bij het midden voor. Dan zijn we nu bij het bijna bij het midden, nog 5 lossen. 3, 4, 5. En dit hou ik aan als mijn midden voor. Hier, want nu gaan we het werk keren. En ik leg even het truitje weg. En ik heb het werk gekeerd. En dan gaan we weer verder met het patroon, en dan pakken we weer de eerste toer met 3 lossen en nog 1 losse en een vaste in de grote of een stokje in de grote opening, en nog een losse en dan nog een stokje in de grote opening, en nog een losse en weer een vaste. Dus we pakken deze toer tot we weer aan de armsgat zijn, en dan gaan we weer terug. Dus als we bij de rode marker zijn, dan stoppen we weer en dan keren we weer het werk. Ik heb nu verder gehaakt, en ik zal even de camera laten zien. Vanaf het midden heb ik geminderd, tenminste ik ben elke keer eerder gestopt, en op de heen toer ben je eerder gestopt, en terug toer heb ik gewoon recht langs de armsgaten. Deze toer, dit is gewoon recht aangehouden, dus dit is natuurlijk wel het voorband. Het is een beetje lastig uitleggen als je dit moet filmen, maar het gaat nog steeds. Ik leg even alles goed plat. Je legt dus je favoriete truitje eronder, je haakt niet verder dan de halslijn, zodat je die halslijn aanhoudt wat je fijn vindt, en aan de rechtse kant ben ik gewoon recht doorgegaan, en dan ga je naar de linkerkant, en dan ga je precies hetzelfde doen als wat je hier hebt gedaan. Dan denk je, oh dat is moeilijk. Nee, dat is niet moeilijk. Je doet gewoon
je pakt weer die zijkanten, daar begin je met een bolletje wol en dan haak je weer tot je halslijn. Dus je pakt deze zijkant van je armsgat en je pakt alleen het voorpand en je haakt dus tot de marker. Dan kan je tellen wat je hier hebt gedaan. Dan ga je precies hetzelfde hier doen. Of je schrijft het even op, maar elke keer kijk je gewoon welke toer heb ik, waar ben ik, hoeveel heb ik hier geminderd, waar heb ik ingestoken, en dat kan je zien aan het patroon. Dus je houdt je patroon gewoon goed aan. Je stopt hier dus de eerste keer en dan begin je ook naar boven te werken. En een keer meer of minder, dat maakt niet zo heel veel uit. Het is toch een opengewerkt patroon, dus daar zie je straks toch niet zo heel veel van. En deze maak je nog af tot hier helemaal bovenaan, tot deze lengte, en dan loopt hij wel helemaal recht, maar dat maakt ook niet uit, want hier komt straks aan deze opening, hier haak je straks de mouw aan vast. En met de mouwen ben ik al begonnen, maar ja, dat laat ik je de volgende keer zien. Dit is dus het voorpand. Je begint nu aan deze kant en je haakt door tot de bovenkant. Deze kant ook, dit minder kan je nu stoppen en je haakt door tot hier aan het punt van het truitje. En als je zover bent, dus dan dit afmaken en deze kant afmaken, dan gaan we aan de mouwen beginnen en dan zie ik je weer terug. Ik moet eventjes het beeld goed zetten, want we zijn nu, kijk of ik het goed kan laten zien, bovenaan. Kijk, we zijn nu klaar met het voorpand. Ik was zelf al eerder gestopt aan de linkerkant en toen ging ik het weer naast elkaar leggen en toen merkte ik dat ik nog een paar toertjes moest afmaken. Maar we gaan nu aan het achterpand beginnen. Ik zeg net wel, we gaan met de mouwen, maar nee, ik wil te snel. Maar we gaan nu aan het achterpand beginnen. En ik zal het even goed gaan leggen dan voor het achterpand. Dus je draait je werk om. Als het goed is, heb je achter alleen nog maar deze, deze rand. En hier ga je gewoon beginnen, hier weer bij die marker begin je. En dan ga je verder weer met het patroon. En dan stop je weer bij de marker en dan ga je weer met het patroon terug. Totdat je de lengte hebt van ongeveer, mag wel 3 centimeter hieronder zijn. Hij mag wel wat lager uitvallen, want het is een zomertruitje en er komt toch een hemdje onder. Hoeft niet helemaal tot aan de bovenkant van de rug. Ik zou ongeveer deze toer zo aanhouden, ja, toch wel 3-4 centimeter mag jij lager. En dan beginnen we met de achter, hoe noem je dat, de achterkant, de halsopening. Dus we haken nog even door totdat we ongeveer deze hoogte hebben, zo ongeveer een centimeter of 4 onder de achterkant. Dus dan zie ik je daarna weer terug. Ik ben nu aan het achterpand bezig en ik heb ook gezegd, wacht, ik til even de camera op hoor. Ik heb gezegd van een centimeter of 4 van bovenaf, maar omdat dit toch een zomertruitje wordt, heb ik nu toch besloten om, kijk, ik heb vanaf de armsgaten gewoon doorgehaakt, alleen maar het achterpand. Dus vanaf, dit zijn de armsgaten, alleen het achterpand. En ik heb het nu weer plat op tafel gelegd en ik heb ook het voorbeeldtruitje even plat neergelegd. En omdat het een zomertruitje wordt, heb ik besloten om nu vanaf hier en vanaf hier deze bandjes naar boven te gaan haken. En dan zet je dus, je kan de markers gebruiken die je hier bij de armsgaten hebt gebruikt, en die zet je dan hier neer op dit punt, alleen op het achterpand. En deze marker, die heb je ook niet meer nodig, die kan je dan hier neerzetten.
Dus je moet het goed plat neerleggen. En je mag zelf zeggen, ja, ik wil toch een betere, de rug iets geslotener. Dat kan. Maar ik ga nu gewoon rechtdoor tot aan de schouders. Rechtdoor tot aan de schouders. Dus dit stuk. En dan, als ik zover ben, dus allebei de kanten, dan moet je het even vast gaan spelen en dan moet je het even passen. En dan kan je, weet je of je tot hier moet haken, maar het kan zijn dat je nog een centimetertje door moet haken, want het moet natuurlijk wel lekker zitten. En nou, ik begin dus hier en ik eindig hier en ik ga boven verder haken en we beginnen hier en we eindigen boven bij de schouders. En als we daarmee klaar zijn, dan gaan we kijken hoe we met de mouwen verder gaan. Met de mouwen moeten beginnen, want jullie zijn nog niet begonnen, maar ik ben inmiddels wel al begonnen. Maar ja, dat vertellen we dadelijk. We gaan eerst nu het achterpand de zijkantjes maken. Dus van, dan haak je echt van hier tot hier en dan ga je weer het patroontje verder haken. Tot zo! Ik heb nu het achterpand klaar. En ik heb hem toch even zo een patroontje langer doorgehaakt. Want ik heb hem gepast en ja, je moet echt even passen. Het achterpand mag wat langer zijn altijd. Dus dan moet je echt even passen dat je goed je maat hebt. En dat je even aan elkaar spelt of het truitje past. Kijk, en als ik dit voorpand nu weghaal, dan zie je hier het achterpand. Daar heb je gewoon doorgehaakt en de bandjes heb je apart gehaakt. Dus goed meten, dan weet je tot hoever je kan gaan. Nou, dan is het lijfje is dan klaar. En dan kunnen we even dit opruimen. En dan kunnen we aan de mouwen beginnen. En ik, kijk, ik heb dit elke keer als voorbeeld dat je kan meten. Dat je de mouw pakt van je truitje. En je begint dus weer met haaknaald nummer 3 de boordsteek. En je mag je zo lang maken als dat je zelf wil. Dan doe je weer een rij vaste. En een, met haaknaald nummer 4 dan weer een rij stokjes. En dan begin je weer met het patroon van toer 1 tot met 4. En ik ben nog iets verder gaan haken. En dan zie je hoe ik de mouw in gedachten heb. En ik pak even mijn haaknaald erbij. En om nu te meerderen, want je moet om de, zeg maar om het patroontje, moet je weer meerderen. Want anders kom je natuurlijk niet aan je maat van je mouw, want hij wordt steeds breder. En je moet het gewoon blijven passen, dus je doet gewoon elke keer je mouw aan. En dan pas je of het nog lekker zit. Zit het niet lekker, dan ga je weer meerderen. En ik ga nu uitleggen hoe ik hier gemeerderd heb. Dus je komt elke keer als je rondhaakt, even dit wegleggen. Kom je met een nieuwe toer uit en als je bij een nieuwe toer uitkomt en je doet om het patroontje meerdere, dus ik heb aangehouden dat ik na de stokjes, de losse stokjes losse, daar heb je dus die V-steken met die 5 lossen, dat ik daarna zeg maar ga meerderen. En dat heb ik gedaan door gewoon weer eerst 3 lossen, dus dat je een nieuwe toer begint aan de mouw. En dan zet je de eerste V een extra V'tje in met extra 5 lossen of 3 lossen. Ik geloof dat ik hier 3 lossen heb gedaan, omdat het anders het verschil te groot is. Dan moet je even een beetje meten en een beetje kijken hoe je haakt. En dan heb je al gemeerderd. Na deze toer zet je dus gewoon 3 lossen en een extra V'tje op. En dat is dus de meerdering. En dan ga je weer verder met,
Kijk hoor, ik had hier al 1, 2 lossen, dan weer 5 lossen. 3, 4, 5. En dan weer een V-steek na 1, 2. In het derde stokje van de vorige toer. En weer 2 lossen. En weer 5 lossen. Kijk, en zo meerder je, ja, door hier een extra V'tje in te zetten na de toer van stokje lossen, stokje lossen. En zo maak je de mouw af totdat je bovenaan bent en goed blijven meten dat hij goed wijd genoeg is. En dan ja, bij de andere mouw doe je het ook precies hetzelfde. Dus je pakt even pen en papier erbij, je schrijft het op of je zet een marker erbij waar je gemeerderd hebt. En dan kan je al zien aan je patroontje waar je gaat meerderen en dan kom je zo steeds breder met je mouw uit tot de gewenste lengte. Ik zou zeggen dankjewel voor het kijken, graag je duimpje omhoog als je de video leuk vindt en hier onder mijn foto abonneren en dan zie ik je weer bij de volgende video terug.